Is dat zo? En bij ons in de ongeschreven reglementen staat dat, dat een Kulse potter, pardon, die daarvoor in aanmerking komt, minimaal 70 jaar moet zijn. Maar ook een carnavalist pur sang moet zijn. Dus regelmatig aanwezig zijn alle dagen. No, bijna alle dagen. En dat en zijn sporen in de club verdiend hebben. We hebben daarom besloten, in een vergadering waar we natuurlijk een keer drie, vier bij elkaar zijn geweest. Om dus jou als kantje boord, op, te nemen, op te nemen in het gezelschap van CV Max. Ik ga nog even de geschiedenis na. Die meneer die daar staat, die is jaren geleden, dacht hij enkele heren te verrassen. En een beetje voor het blok te zetten van CV Max oprichten. Dat hebben we natuurlijk opgepakt. Dat was in eerste instantie was dat Frans en ik. Wij waren toen 70 in 2009. En Leo, hier aanwezig, die kwam er onmiddellijk mee. En die zocht een geschikt apparaat. En je weet ondertussen wat het voorstelt. Nooit. Maar. Dat is zo'n hartritmestoornis. Nee, heb ik nog niet gehad. Die heb jij nog niet gehad. Nee, maar om hem goed te bekijken. Je hebt hem alleen maar zetten, maar deed even. Een extra groot apparaat voor je aangeschaft. En ja, en dienst zou zeggen: het is een bezoekapparaat. Maar goed, het is een flink ding wat je kan beschermen. Ja. Letterlijk en figuurlijk. En wij hopen dat jij deze in ere zal dragen. En alle aanwezig aan alle spullen, alle zaken waar de CV Max actief is. Hey, maar Marius, dat vind ik heel mooi. Hè? Maar dan heb ik pas een medaille in omdat ik niet gereanimeerd wil worden. Ja, oh nee, maar goed. Dus nou hebben we de probleem dan. Nou, die plakken we daar ook iemand die met dit ding de zaak wil reanimeren. Aan de andere kant dragen. die hiermee wil reanimeren, die zelf, moet zelf gereanimeerd worden. Short, ja. Met de carnaval wil je ik moet even laten zien. Dat wil jij wel gereanimeerd worden. Nee, ja, ik moet even laten zien dat. Je weet niet waar je mist dan. Mag ik even? In 2009 zijn dus op een carnavalsavond Frans Wolf, Marius Scheutjes en Flip Fransen geïnstalleerd als lid van CV Max. Op 9-2-2013 Hans Eijkmans is erbij gekomen. En vandaag, 21-2015, Sjors ten Tijen. Sjors, mag ik je deze medaille omhangen? Dat mag je. En om goed te kunnen zien, kom hier staan. Ben je vanaf nu lid van CV Max. Maar moet ik daar de carnaval mee rondlopen? Daar hoef jij de carnaval niet meer rond te lopen. Ik heb er nog een verrassing bij. Mag een vierkant? Wat hebben we namelijk? Oh, welkom. Ja, dankjewel. We gaan de wetenschap. Ja, dankjewel. Je weet wel dat je dus notneus bent nou bij ons, hè? Ja. Okay. Kijk, we hebben een draagbaar exemplaar gemaakt. Oh, dat is beter weer. Die niet helemaal 100% gelukt is deze keer. Ja. Maar met de jaren schrijft iedereen. Dus ook dit is het apparaatje wat jij mag dragen. Met dat weet ik niet. Helemaal pak. Ja? Oké. Helemaal pak. Ja. Dank je wel. Nog een keer welkom. En hoop dat we elkaar vaak.